had ik eigenlijk zo niet meteen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Prison Tech. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even kijken wat we moeten doen. We moeten hier even zo te zien een klaslokaal gaan maken voor de onderwijsgebeuren. Dus ik denk dat ik daar gewoon hier twee bij aan ga plempen. En er moeten sowieso 20 bureautjes in. Dus, oh my god, al die meldingen hier. Dus dat wordt in ieder geval behoorlijk wat. Even zien. Zoiets, denk ik. Lijkt me misschien wel een goede grootte. Dan hebben we hier aan de andere kant ook eentje nodig. Voor het, ja, voor het verdere onderwijs gebeuren. Hoe dat ook wel mag heten. Hier wel even een personeelsdeur in. Zodat we daar ook niet echt zo'n probleem mee krijgen. Oh ja, we hadden de vorige aflevering dit natuurlijk allemaal gemaakt. En waarom zit hier geen muur tussen? Fuck. Er is geen gevangenen aangewezen. Misschien moet ik dit even als een apart gedeelte maken. Van een grote deur of zo. Iets. Want we hebben 20 bewakers. Dus als ik hier dan gewoon een patrouille laat lopen. Met iets van 3 bewakers hier. Hier ook even 4. Waar staat ook weer de kantine? Zie je? Zo maak ik hier ook gewoon even een soort van een rondje van. Niet helemaal een rondje, maar zoiets. Die baby's ook. Lol. Gevangen worden opgejut door de radio-uitzending. Ja, wat wil je dat ik daarmee doe? Oh ja, ik wou deze twee dingen ook nog eventjes gaan regelen natuurlijk. Dat klopt. We hebben waarschijnlijk eerst wat meer gevangenen voor nodig. We kunnen er iets van 140... gevangenen in totaal hebben. Ja, ietsjes meer, maar snap wat ik bedoel. Kan de muur geslopt worden. Of ontmanteld worden. Zo. Oh ja, misschien kan ik dan wel een gangetje hier later ook hier naartoe maken. Zodat ze niet helemaal om hoeven te lopen om naar het klaslokaal toe te gaan. Of zou ik dat nu alvast gaan doen? Waarom niet? Ik kan waarschijnlijk niks kwaad. Gewoon zo'n gang hier naartoe laten lopen. Oh ja, daar kunnen we dan ook later eentje gewoon hier vanuit maken. En dan hierheen. Dat is wel een leuk idee. Kunnen we hier dan nog een power supply kwijt? Nee. Is net niet groot genoeg. Jammer. Daar kunnen we op zich niet veel. Misschien een kleine beveiligingsruimte. Dat moet net lukken. Ja, dat lukt net. Laten we daar gewoon een beveiligingsruimte neerzetten dan.
Dat kleine ruitertje ook gebruikt. Oké, dus dan gaat dit even allemaal mooi. En maken we alleen hier even de personeelsdeurtje van. En dan ga ik dit even alvast een beetje tekenen. Zien. Klaslokaal. Beginnen we hier wel even met. Schoolbureau en bureaus. Het is gewoon een lekker groot klaslokaal. Gewoon even overal mooi even een beetje van die schotbos neerzetten. Hier helemaal achterin zal ze wel denken van, huh, wat zeg je? Ach ja, dat maakt niet uit. Gewoon hier een heel klein stukje van de veiligingsruimte. Dat is wel komisch eigenlijk. Dat is in principe wel een cellenblok. Dat is een trick. Hier gewoon een gevangenisdeur in en hier, want hier kan dat dan natuurlijk, kan dat dan natuurlijk niet. Oké, die mogen wel voor weg. Oké, ik ga deze stroomleiding eventjes een beetje anders maken. Die haal ik even weg. En dan haal ik ze, of dan zet ik ze daar weer bij. Allemaal te doen. Lijkt me natuurlijk ook wel even handig om hier natuurlijk al een deur in te gaan planten, achter iets, stinkgeval. Als ik hier bijvoorbeeld nog een stroomgebeuren wil hebben, hoe ga ik dat dan doen? Ja, daar heb ik niet echt gewoon goed over nagedacht, denk ik. Ik maak gewoon even een tweede ruimtetje met van die stroomcentrales. Hé, hey, paginaatje. Gewoon eentje van 10 bij 10. Ik
Oké. Nou, dan ga ik hier alvast even dat ruimtetje maken. Deursysteem, afwassysteem, bewakingscamera. Door ieder geval een deursysteem hier. Kijk maar, hier hebben we een deursysteem voor nodig. Dat is wel duidelijk. Nou, gaat misschien niet zo snel dit, maar hey, beter dan niks. Ik ga hier waarschijnlijk ook ergens even een deurtje naar buiten maken of zo. Daar. Dan moet ik ook even gaan kijken, programma's. Basisonderwijs. Wijzig het rooster. Ja, dat kan dan precies. 52 zijn er geïnteresseerd. Nou, laten we ze dat mooi doen. Zo. Misschien gewoon een metaal vloertje hier aan leggen. Dus daar. Zo, dat ook alvast weer gefixt. Zo, ja, nee, oké.
daar zijn ze allemaal even mee bezig. Wat ze komen allemaal aan te zetten. Eerst even die buitendeur even fixen hier. Zodat we daar geen problemen meer mee hebben. Even zien. Hier eentje. Daar en daar. Daar lijken we ook wel handig, omdat er ook mogelijk wat opstoppingen anders komen. Nou ja, ik ga niet iedere deur van een gevangeniscelletje doen, maar misschien wel gewoon van de cellenblokken. Zoiets. Dus nu mooi even allemaal aan gaan sluiten. Top. Daar zit er al eentje. Nu zit er daar ook al een. Nou, daar gaat er ook even eentje neergeklikt worden. Hop. En dan moet er daar nog eentje. Deze hebben nog geen stroom. Nou, die kunnen we wel even aanleggen. Nu zitten die er allebei wel aan. Zo, daar ook. Top. Want verbindingen moeten natuurlijk altijd wel natuurlijk helemaal rond zijn. Ze moeten niet via één kant komen. Dus ik heb ze gewoon even allemaal een beetje aanlopen sluiten nu. Dus nu moet het allemaal als het goed is gaan werken. Dat scheelt dus voor de bewaking natuurlijk ook heel wat. En even kijken, wat wil ik nou nog even doen? Ik had toch helemaal niet gezien of die klaskamer nou eigenlijk in werking was. Schoolbedoel, vrijwillig. Moet kunnen zitten, academisch. Oké. Okay. Nee, dan ga ik nog eventjes één dingetje regelen. Dat is de gewapende bewakers en de hondentrainers. Die moeten we nog even regelen. Dus ga ik waarschijnlijk gewoon even hier maken of zo. Deze die kunnen we misschien beter even gaan uitbreiden later. Maar dan moeten we straks maar een keer of zo.
zoiets. Dan gooien we hier nog een hondenkennel naast. En dan hebben we hier nog ruimte voor een gangetje. En naar boven natuurlijk ook. Dus ik zet mooi eventjes een... Oh nee, deze moet even zo. Anders werkt dat natuurlijk niet. Hier gewoon twee deurtjes. Hier een deur. Nou ja, daar één. Dat is ook wel prima. Oké, en we gaan gelijk even een grondig onderzoek doen. Want ik heb zo gevoeld dat daar mensen... Een ontsnapping. Waar? Zo, ze blijven het maar proberen, die gevangenen. Oké, hier kunnen we gelijk weer een hele stroomleiding doorleggen. En dan komt gewoon hier de muur. Even zien, wapenkamer. Zet gewoon mooi hier neer. Oh ja, daar is het erop gevonden. En dan zet dan mooi de kennel hier. Dan gaan we het natuurlijk nog eventjes een beetje inrichten. Oké, wapenrekken die kunnen we niet draaien. Dat is wel een beetje jammer. Dus ik zet ze gewoon hierboven tegen de muur aan. Een aantal tafels bij deze muren. Ik kan de rest een beetje gaan vullen. Oh nee, shit. Met bewakingskluisjes. Maar goed dat we veel geld hebben, dus daar kunnen we eigenlijk best wel wat voor kwijt. Ach, dat past ook nog. Mooi. Daar nog wel even een aantal bij. Bij die muren. Oké, waar is een tunnel gegraven? Daarheen, oké. Oké, en dan komt hier natuurlijk de hondenhokjes. Ik weet niet hoeveel hondenhokken we nodig hebben. Ik denk niet echt zoveel, maar beter te veel dan te weinig. Dan leg ik hier gewoon een mooi houten vloertje aan. Oké. Tien gewapende bewakers. Dan doen we voor nu nog wel eventjes 200 trainers. Ja. Voor 5 eventjes. Het goede is met waakhonden. Nou, dan zetten we er gewoon... Tot een cellenbalk lijkt mij. En dan zet ik er gewoon hier in, hè. Oh. Gewapende patrouilles, die kunnen dan hier mooi staan. Hier eentje. Daar. 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 Dan hebben we er al 7. En dan hebben we hier achter, dan hebben we 2 gewoon die dan een beetje droog kunnen lopen. Oké, volgende subsidie. Infrastructuur. Nou, dat moet al helemaal goed komen, want daar zijn we al behoorlijk... We zijn weer bezig. Nou, dat hoeft op zich nog niet.
Nou, ik ga in ieder geval nu deze aflevering afsluiten. We hebben deze aflevering al behoorlijk wat gedaan. De bewakers die zijn nog wel even mooi bezig, maar dan kunnen we de volgende aflevering ook nog even afmaken. Ja, dus we hebben in ieder geval de klaslokaal gefixt. We hebben nog een extra ruimte voor klasje om nog te gebruiken, want dan gaan we ook nog sowieso gebruiken. Ik denk ook dat de volgende aflevering eventjes, nou ja, sowieso even mooi inricht. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, ga verwerken nou. En dan zie ik volgende keer weer. Later!